Je bent op een motor helemaal van Almelo naar Nepal gereden. Hoe komt het zo dat jij zoiets gaat doen? Dat is eigenlijk een droom van mij geweest sinds ik 18 ben eigenlijk en op een motor rij. Wat heb jij al zoal gedaan om zeg maar beslagen ten ijs te komen? Dat is te veel om op te noemen. Ik ben ongeveer 1,5 jaar bezig geweest met de voorbereidingen. En al die voorbereidingen, dat gaat bijvoorbeeld over je eigen gezondheid, fysieke gesteldheid. Maar ook de administratie, je visa en dat soort dingen. Je motor, je kampeerspullen. Je kunt het niet opnoemen hoeveel dingen je moet voorbereiden. Mensen zijn zeer hulpvaardig. Dat heeft mij ook ontzettend geraakt. Dat een wildvreemde komt met een motor, komt aanrijden. Mensen vinden het fantastisch. Maar dat je dan ook uitnodigt voor de thee, voor eten en zelfs een slaapplek. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Op 24 juni ben ik vertrokken en ik ben op 30 september ben ik aangekomen in Kathmandu. Het is echt onvoorstelbaar wat je zo op de weg tegenkomt. Je verwacht het gewoon niet. Je denkt van nou, ik rij wel en ik zie wel. En dan kom je in één keer iemand tegen en dan denk je, hoe is het mogelijk? En ook als je bijvoorbeeld een slaapplek nodig had, op het moment dat je geen hotel ziet en je kijkt om je heen en er komt iemand aan die zegt van, zoek je een slaapplek? Kom maar met mij mee. En je hebt ook dagenlang in de woestijn gereden. Is dat niet eng? Ja en nee. Het is eng omdat je beseft dat je helemaal alleen bent. En als het misgaat, dat er ook echt geen hulp voor je is. Aan de andere kant is het zo van die desolate gebieden, die zijn zo prachtig, zo ontzettend mooi. Het is heerlijk om in the middle of nowhere je tentje op te zetten, je potje te koken en dan heerlijk te gaan slapen onder een sterrenhemel. En verder heb ik op mijn motor een tas met keukenspullen en daar zit altijd ook wel wat te eten in. En als ik in de bewoonde wereld ben, dan haal ik ook altijd even wat groenten of wat rijst of wat pasta. Ik heb altijd wel eten in mijn tas. Er zijn een aantal landen waar best wel heel veel spanningen zijn en waar je als buitenlander toch goed moet uitkijken wat je doet. Uiteraard heb ik me op die landen heel goed voorbereid en goed ingelezen van hoe het daar in zijn werk gaat. Bijvoorbeeld in Turkije zit een flinke populatie beren. In de woestijn daar heb je heel veel slangen en schorpioenen. Op zich, al die beesten, dat is geen enkel probleem, zolang je je tent maar dicht houdt. Met de beer is het zo dat je moet zorgen dat je geen eten in je tent hebt, maar dat je dat 50 meter verderop in een boom hangt. Waar ik niet gekampeerd heb vanwege wilde dieren, dat was in Nepal, omdat daar een tijgerpopulatie zit. Dat durfde ik toch niet aan. Ik ben naar de stichting Nepali Children geweest. Die zit in Mandampur met een kindertehuis. De stichting die helpt kinderen om te studeren. Je moet weten dat heel veel mensen zo arm zijn dat ze zelfs een schriftje van 5 eurocent niet kunnen betalen. Ik had met mijn motor in India over de hoogst bereikbare pas willen gaan. Dat is Leh Ladakh. De Kardungla heet die bergpas. Een hele mooie bergpas. 5650 meter hoogte waar je dan op kunt rijden. Nou, dat leek me echt fantastisch. En dat is helaas niet gelukt. Ik ben gestrand op 4300 meter in een halve meter sneeuw.
dit nog een keer weer overdoen? Ja, dat is een volmondig ja. Het is echt geweldig om zoiets mee te maken. Niet overdoen in de zin van hetzelfde traject. Maar er zijn nog zoveel plekjes op deze aardbol waar ik nog niet geweest ben. En die minstens zo spannend zijn. Ja, absoluut. Hier de grote straat hebt. Ja. En hier de sociëteit. Ja, nou begin ik het te vatten. We hebben hier Solera. Ja. Dan kom je zo binnenlopen. Ja. Dan komt hier ook mijn hele kudde, want die zijn onderweg, hè. Sibyl, hoe ben je ertoe gekomen om ze op deze manier gestalte te geven? Nou, ik wilde er heel veel. En hoe ga je dan begin je met iets te maken wat in ieder geval die vorm gaat creëren? Ik wilde ook heel graag dat ze een combinatie waren van industrieel en tegelijkertijd van industrieel en iets heel natuurlijks. Dus ik zag alsmaar meer poten in takken. En zo zijn ze langzamerhand is dat gegroeid. En ik wil vooral ook dat ze allemaal een beetje anders eruit zien, maar ze wel bij elkaar horen. Want het moet één grote kudde gaan worden, hè? Ja, we zijn allemaal onderweg. Allemaal onderweg naar de stal. Ja, en die stal, dat is ook nog een heel bijzonder iets. Kan jij iets vertellen hoe jij die stal die nog niet klaar is vorm wilt gaan geven? Die stal is echt de symbolisering van we hebben een vader, een moeder en een kind. En samen vormen we een familie. En we komen ook allemaal samen op die ene plek. En we zoeken daar de steun aan elkaar en we kijken naar het nieuwe leven. Er zijn twee beelden en een kindje, hè? Ja, wat voor materialen heb je daarvoor gekozen? Daarvoor heb ik metaal gekozen, omdat het zich heel mooi laat vormen. En ook wel omdat ik maak heel veel beelden van rubber. En ben eigenlijk wel al heel lang benieuwd naar hoe zou het ongeveer diezelfde handelswijze. Hoe zou dat werken met metaal? Hier heb je maar een vijftal schapen, maar het worden er echt veel en veel meer. Ja, het worden er echt veel meer. Want we zijn allemaal echt onderweg. En nou, dan vind ik het wel erg symbolisch met vijf. Een kudde, daar moet je ook een zekere massa van zien. Ja, want die vormen, hè? Er zijn een aantal mensen die jou daarbij helpen. En waar worden ze nog meer gemaakt dan hier? Ze worden hier gemaakt, maar er wordt ook hier geholpen met de onderdelen uit elkaar zagen, met met het in elkaar schroeven. Ik houd vast of ik zeg van nou zo. En dan hebben we een basisvorm waar ik weer mee verder kan gaan. Nou ja, zo langzamerhand worden ze worden dus niet geschoren, maar ze krijgen hun vacht terug. En er wordt ook van pellets gezaagd en van blokken hout en... Ja, je gebruikt van allerlei materialen om ze gestalte te geven. Ja, dat is dus dat je probeert om ook die op een eenvoudige manier puur te laten zien van waar draait het nou eigenlijk om. En ik zou een heel mooi gevormd schaap kunnen maken of een hele mooi gevormde geit. Maar het is veel mooier om de symboliek te achten, want dan kan je je eigen gedachten wat meer laten gaan. Anders denk je, ja schapen, ja geit. Jij maakt er dus hele bijzondere vormen aan. En ja, ze worden al een beetje eigen, geloof ik, hè? Nou ja, dat is dus het leuke. Ik denk wel van, oh ja, die moet ongeveer daar. De grootste deel van de kudde wordt bruin. Ja, ik zag die bus. Dat wordt hier weggereden. Kijk, ja. En natuurlijk van mijn mama zat mee, zingen. Want we zitten allemaal even.
komt vanzelf hoor, gaat vanzelf. Oh, je moet zitten, mag ook. Ja. Steekbrood bij. Steekbrood? Kapot. Hoe komt dat dan? Wie weet waarom de steekbrood kapot is? Kom maar zitten. Heel goed. Heb jij een kostje? Nee. Is dat? Ja, maar daar maken we tijd voor. Hè. Het is heel belangrijk om zoveel mogelijk kinderen te bezoeken. En vooral in Almelo, want ze zijn altijd erg enthousiast. Dus dat is leuk. Ja, dit gaat ook mooi uit. Patricia Pol, op dit moment eenmansfractie. Hoe gaat u nu verder? Hoe ga ik nu verder? Er zijn een heleboel mensen die met voorkeur op mij hebben gestemd. Die mensen hebben mij een bepaald vertrouwen gegeven. Die mensen hebben vertrouwen gehad in hoe ik ben, in mijn integriteit, in mijn passie, in mijn visie. En die mensen zullen zien dat ik dat de komende 3 jaar op dezelfde manier ga uitvoeren als ik binnen de PVV zou hebben gedaan. Gewoon stug doorgaan en blijven vechten voor uw eigen idealen. Juist, precies dat. Welke onderwerpen heeft dan uw voorkeur? Veiligheid is voor mij een heel belangrijk aspect. Ik maak me ernstig zorgen over hoe het gaat in Nederland en ook in onze stad. Dus ik ga ervoor zorgen, of niet voor zorgen, maar ik ga erop toezien. Laten we dat even vooropstellen. Ik ben natuurlijk niet alleen. We zitten met 35 man in deze prachtige raad. Dat we in teamverband proberen de veiligheid van iedere Almelo, maar in het bijzonder de vrouwen, dat ik daarop toezie dat daar veel aandacht voor is. Wat is het belang van voedselbossen eigenlijk? Ja, voedselbossen kunnen heel veel bijdragen aan de transitie van de landbouw, gezond voedsel, maar ook voor biodiversiteit, voor de natuur. Het kan ook een sociale functie hebben dat het mensen weer bij elkaar brengt in contact met de natuur, maar met hun eten. En dat ze weer gaan beleven hoe goed het leven op aarde kan zijn eigenlijk. Helene, wat heb je met voedselbossen? 2 jaar geleden is het op mijn pad gekomen en ik was geraakt door de biodiversiteit en ik wilde daar graag meer over weten. Dus ik ben een opleiding gaan doen afgelopen jaar en mijn interesse is gewekt om zelf ook een voedselbos te gaan starten. Nou, ik denk dat het een heel interessant idee is, daarom ben ik hier vandaag op dit congres. Voedselbossen zijn voor mij een nieuw fenomeen. Maar ik begrijp dat het bossen zijn waar allemaal verschillende vruchtenbomen staan. Die vruchten leveren die mensen kunnen eten. En ik ben echt op zoek zeg maar, voor het beheer van onze parken. Naar een verlaging van de beheerskosten. En een verhoging van de beleving van de parken. En als je voedselbomen in de parken zou kunnen gaan brengen. En daarmee de beheerkosten omlaag zou kunnen krijgen. Dan krijg je een heel mooi systeem om mensen het park in te krijgen. Omdat ze daar iets kunnen halen wat ze lekker vinden. Namelijk allerlei verschillende soorten vruchten. En welke parken denkt u dan al? Nou, misschien Schelvorspark, Beeklustpark. Zo hebben we zoveel parken nog. Bij de Gos hebben we ook nog parken liggen waar we naar gaan kijken. Dus Almelo is zo rijk aan parken en aan plekken. Goh, weet je, zo'n voedselbos, dat spreekt me ontzettend aan. De biodiversiteit is enorm. Maar ik dacht, weet je, wat kan je nou met al die planten doen? Het is allemaal eetbaar, maar ja, wat kan je ermee? Dus ik had vooral zoiets van, ik wil graag meer weten over de voedselbereiding. Dus ik ben een kookboek begonnen. En ben gaan kijken van, goh, wat kan je nou met al die planten? En dat heb ik verzameld. En daar ben ik onwijs trots op. Hoe is de toestand van de wereld? Laten we het eens even breed trekken. Ja, nou, we hebben de ene crisis na de andere. Hè? Ecologische crisis, klimaatcrisis. Soorten uitsterven, klimaatverandering. Te droog, te nat, te heet. Economische crisis. Al die dingen eigenlijk hangen met elkaar samen. En met hoe wij onze maatschappij
vormgeven. En voedsel en landbouw is daar een groot onderdeel van. Weet je, ik ben gewoon heel erg bezig met duurzaam leven. En als je dan gewoon kijkt van wat voor een impact voedsel heeft op ons leven, is dat gewoon heel groot. En om te kijken van hoe kan je dat inperken, is een voedselbos echt een hele goede oplossing voor heel veel problemen. Almelo wordt zelfvoorzienend, als ik u hoor. Nou, dat zou heel mooi zijn. Dat zou misschien wel een hele mooie vorm van stadslandbouw kunnen zijn. Dat je dus in de parken gericht moestuinen gaat aanleggen. Die je gezamenlijk met de inwoners gaat exploiteren. Zodat de inwoners daar een kilootje wortels kunnen halen en een kilo te bieten. En hoe mooier zou dat zijn? Jorik Fransen, u bent exterminator. Wat doet u verder in het dagelijks leven? Ik ben normaal gesproken werkzaam bij het Wilming Theater. Daar werk ik als hoofdhoreca en ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat met de horeca te maken heeft. Wij doen voorstellingen, 450 per jaar, maar wij doen ook heel veel commerciële evenementen zoals feesten, partijen, diners. Dus in het dagelijks leven ben ik verantwoordelijk voor de complete uitvoering daarvan. Waar beoordeelt u deze mensen op vanavond? Ik beoordeel ze vandaag op het volledige pakket. Dat wil zeggen dus van alle vereisten die in de exameneisen staan, van begin tot eind het runnen van een restaurant. Dus hoe goed zijn ze in de uitvoer, in de volledige uitvoer van het runnen van een restaurant. Is de smaak van het eten ook belangrijk? De smaak van het eten is uiteraard belangrijk, maar het is geen kookexamen. Dus dat is wel heel duidelijk. De opleiding is manager ondernemer horeca. Dat wil dus zeggen dat niet alleen de smaak van belang is, maar ook alle facetten die erbij horen. En daarbij is smaak soms misschien iets van ondergeschikte belang dan eigenlijk het totaalpakket wat ze moeten leveren vandaag. Ik heb er voor vandaag een heel goed gevoel over. Morgen moet het natuurlijk allemaal voor het echi, maar zoals het er nu uitziet, ik heb er een goed gevoel bij. Zitten er nog mensen bij die denken van, die komen bij mij komen? Er zitten altijd mensen bij die, waarvan ik denk die bij mij kunnen komen. Er zitten, de opleiding zijn we ook nauw bij betrokken. Niet alleen als examinator, maar ook als stageadres. En we hebben gewoon een goed contact. En de opleidingsniveau is hoog. En hier zitten echt wel toppetjes voor de toekomst in. Dus je hebt wel veel vertrouwen in deze school? Ik heb zeker veel vertrouwen in deze school. En ik denk ook dat het horecavak extreem belangrijk is. De krapte op de markt wijst dat nu ook uit. Koks zijn moeilijk te vinden. In het Westen halen ze al fratsen uit van mensen die uit Spanje moeten komen. Dus ik denk dat het bestaansrecht van deze opleiding nog te meer ooit dan nu moet zijn dan anders. Heb je passie voor het vak? Vind je het vak mooi? Wil je met mensen werken? En heb je echt aanleg voor de horeca? En zie je het als vak en een levensstijl? Dan moet je hier zijn. Kunnen altijd goede mensen gebruiken. En ik denk bij mede-examinatoren en horeca-ondernemers ook, absoluut, ja. Guido Meinders, u bent examinator. Wat doet u in het dagelijks leven? In het dagelijks leven, ben ik eigenaar van een restaurant in Rijssen samen met mijn broer. En dat restaurant heet het Brotsoes. De mensen die u nu beoordeelt, hebt u die ook als stage? Ik heb een paar mensen bij mij in het bedrijf gehad, ja. Die hebben daar stage gelopen. En het is wel heel mooi om te zien om de mensen nou een keer op school bezig te zien werken. Bent u daar tevreden over die stage? Over de stage die ze bij ons hebben gelopen ben ik tevreden over. Waar gaat u de mensen vanavond op beoordelen? Op hun leiderschappen en hoe zij de medewerkers aansturen. En hoe komen de leidinggevende mensen, dus de mensen die examen moeten doen, hoe komen die over op hun medewerkers? Welke tonen gebruiken ze? Leggen ze het goed uit? Stellen ze de juiste vragen? Vragen ze ook de juiste dingen door, zodat de medewerkers ook weten wat ze moeten doen? Het voorbereidingsbesluit. Dat is genomen in een besloten vergadering. Waarom? Ja, een voorbereidingsbesluit is erop gericht om ter voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan al wel de beschermende werking van zo'n bestemmingsplan te hebben. Nou, je wilt dat als gemeente wil je zo'n besluit eigenlijk dat er het verrassingseffect zo groot mogelijk is om te voorkomen dat mensen nog projectontwikkelaars nog bouwvergunningen aanvragen onder het oude regime, dus onder het oude bestemmingsplan. Dus daarom is die vergadering in beslotenheid gehouden zodat het verrassingseffect van het voorbereidingsbesluit zo groot mogelijk was.
Het voorbereidingsbesluit is erop gericht om te voorkomen, hè, dus vanaf vorige week donderdag, woensdag moet ik zeggen, is het niet meer toegestaan om een huis te verkavelen naar kleinere kamers en die kamers één op één te gaan verhuren. Ja, wat we vaak zien in Almelo is dat dat gebeurt in de sfeer van arbeidsmigranten die door huisjesmelkers een kamer of een kleine kamer wordt verhuurd. Vaak onder hele slechte omstandigheden. Dat is niet goed voor de mensen zelf. Dat is ook niet goed voor de buurten waarin dat gebeurt. Een groep van 4 of 5 studenten die samen een huis huren. Ja, dat kan nog steeds. In het voorbereidingsbesluit heeft de gemeenteraad vastgelegd dat het college van BNW, als er gewoon een normale, goede ruimtelijke ordening gewaarborgd is, als er ook geen sprake is van huisjesmelkerij, van uitbuiting, dan kan het college nog steeds gewoon vergunningen geven voor inwoonsituaties, zoals bijvoorbeeld studentenhuisvesting. Ja, in principe moet je inwoonsituaties een omgevingsvergunning, heet dat dan. Vroeger heette dat een bouwvergunning. Maar dan moet je een omgevingsvergunning voor hebben. Vroeger, tot vorige week was het zo dat dat in alle gevallen niet nodig was. Nu is die in alle gevallen wel nodig. En dat betekent dat het college dus in principe ongewenste ontwikkelingen kan weigeren. En gewenste ontwikkelingen gewoon kan vergunnen. Gift door de 7 kringgemeenten. Kunstenaar Jan Gierveld verbeeldde hiervoor in 1983 zijn eigen handen. Kijk vooral ook goed naar de duimen. Zijn de handen gelijk? Zijn ze identiek?